5 ondernemerslessen in 20 minuten. Daarover gaat dit programma. Met in deze aflevering Marjolein Bongers. Marjolein, van harte welkom. Dank je wel. Hoe noem ik jou eigenlijk? Social media expert of zo? Of hoe noem jij jezelf? Nou, het woord expert heb ik zelf niet zoveel mee. Dus nee. Ik noem mezelf liever social media stratege, social media trainer, spreker. En je geeft veel trainingen, hè? Ja, ik geef veel trainingen in company en veel lezingen. Ja. En aan wat voor klanten doe je dat dan? Oh jee. Zijn dat echt MKB'ers of grote bedrijven? Of? Allemaal. Ik bedoel, ik geef trainingen aan MKB-bedrijven, maar ik geef ook in-company trainingen bij nationale en internationale organisaties. Oké. Okay. Ja. En hoe word je dat? Hoe word je zo, zeg maar, hoe weet je er zoveel van? Er zijn geen echt studies voor, toch? Nee, er zijn niet echt studies voor. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik elke dag wel een half uur tot een uur bezig ben met de informatie op te halen vanuit internet, Amerikaanse sites, stukken te lezen, ontwikkelingen te volgen op de voet. Mm-hmm. Er zijn volgens mij niet echt studies voor. Nee. Ja, tegenwoordig heb je overal wel trainingen en cursussen voor. Maar, het internet is de bron wat dat betreft. Voor mij in ieder geval wel, ja, zeker. We gaan naar je lessen kijken. Je hebt er 5 meegenomen. En we focussen ons eigenlijk, laat de eerste maar zien. Want ik heb het genoemd social media les voor ondernemers. Maar we zoomen met name ook in op LinkedIn. Hè? Tenminste, dat was een beetje je opzet bij deze lessen. Precies. Dus we beginnen met de eerste. Luisteren is de meest krachtige tool in het leven, ook op LinkedIn. Hoe kun je nou luisteren op LinkedIn, Marjolein? Nou, ik denk dat we sowieso meer moeten luisteren. Ja? En ik vind, wat daar ook staat, ik vind luisteren absoluut de meest krachtige tool in het leven. En wat ik merk op LinkedIn is dat er nog best wel veel LinkedIn-gebruikers zijn die de content plaatsen op LinkedIn. Hè, dus over hun bedrijf, en informatie delen. Maar ze vergeten te luisteren. En terwijl luisteren misschien nog wel krachtiger is dan zelf informatie te delen. De combinatie natuurlijk, die is het allerbeste. En wat versta je onder luisteren? Want luisteren moet ik denken aan met mijn geluid en oren en zo. Maar LinkedIn is een website. Hoe doe ik dat dan? Actief, je doet lezen. Ja, actief luisteren. Dus stel, jij zit op LinkedIn en je ziet een post voorbij komen van een klant of van een potentiële klant. Ik verzin even iets, de opening van het nieuwe pand. Ja. Dan zou je dat kunnen lezen. Maar dan weet de klant of de potentiële klant niet dat jij het gelezen hebt. Dus inderdaad, als je dan een reactie geeft, veel succes met de opening. Of, ja, dat is wat actiever luisteren. Aha, dus, en dat in concreto betekent dat je reageert op andermans verhalen en betrokken bent bij anderen. Precies. En daarop reageert. Ja. Okay, en dat kost dus inderdaad wel tijd. Ja, dat kost tijd. Ja. En die moet je er dus aan spenderen dan. Ja, maar dat kan ook altijd, vind ik, in de verloren momenten. Dus stel dat je ergens zit te wachten bijvoorbeeld op een afspraak. Wat ik dan altijd doe als ik zit te wachten op een afspraak. Ik check altijd LinkedIn. Dan ga ik gewoon even door de fiets gewoon scrollen. Gewoon op je mobiel. Ja, tuurlijk. Ja. Op de wc. Ook zo'n momentje. Ja, ook. Ja, dat is een van die van mij. Hey, maar je moet... hoe verhoudt zich even... Want zo meteen gaan we nog wat verder in op les op LinkedIn. Hè, maar hoe want dat verandert altijd een beetje. Hoe verhoudt LinkedIn zich nu tot andere kanalen, zeg maar, op dit moment? Als je kijkt naar ondernemers. We hebben Facebook, we hebben Instagram, we hebben Twitter... Ja. We hebben LinkedIn. Ja. Hoe verhouden die zich nu? De nieuwste cijfers zijn net gepubliceerd. Aha. Van onderzoeksbureau Newcom. Daarin werd verteld dat LinkedIn 4,6 miljoen gebruikers heeft. LinkedIn zelf zegt van, wij hebben er 7,2. En dat klopt allebei. In Nederland? In Nederland, in Nederland. Ja. Dus die 4,6 miljoen gebruikers in Nederland... die hebben aangegeven van, wij maken actief gebruik van LinkedIn. En die 7,2 miljoen, zoals aangegeven door LinkedIn... dat zijn gewoon mensen die hebben ooit een profiel aangemaakt, inderdaad. Maar LinkedIn is bij uitstek wel het platform voor ondernemers. Ik vind LinkedIn echt het meest krachtige platform wat er is. Ja, toch nog steeds. Want er zit er nog een heleboel niet op dan. Alhoewel 4,6 miljoen actief, 7,2. Ja. Dat zijn al zakelijk, commercieel. Ik weet niet hoeveel mensen er werken in Nederland. Weet ik niet. Dat weet ik ook maar niet. Best wel veel. Ja. Die tweede tip. Kennis is macht. Kennis delen is kracht. Ja, dat is wel een goeie, denk ik. Want ik ontmoet ook nog wel vrij veel ondernemers die met dit aspect wel moeite hebben. Hè? Ja? Met het delen daarvan inderdaad, van kennis. Want dat is mijn kennis. En als ik het nou met iedereen ga delen, dan ben ik straks mijn USP kwijt en zo. Dat kan ik... ik wil zeggen vroeger, maar een paar jaar geleden kwam ik er nog wel eens tegen. Inderdaad. Mensen die hun kennis niet wilden delen. De wereld is toch zo veranderd. En op LinkedIn draait het alleen maar om kennis delen. Als je daar gaat roepen hoe goed je bent of reclameuitingen, die worden daar absoluut niet gewaardeerd. Dus je zult iets van waarde moeten toevoegen. En aan elke organisatie is zoveel kennis te vinden.
En ja, de vraag is of je een beetje van jouw kennis... Je hoeft niet alles te delen. Als je daar een beetje van kunt delen... Nee. Ja, dan heb je wel iets toe te voegen aan jouw LinkedIn-connectie. Ja, want er zijn natuurlijk veel van de ondernemers... die zijn natuurlijk... veel ondernemingen zijn kennisbedrijven tegenwoordig. Mm-hmm. Een groot aantal. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik aan me nooit niet... want dat, mijn kennis, dat is nou net waar ik mijn geld mee verdien. Dus dan ga ik een beetje, mijn kennis lopen delen daar, gratis. Ja. Nou, ja, maar je zult toch zien als je een gedeelte van die kennis deelt... Ja. Ja, dat brengt je nieuwe klanten weer naar je toe. Dus dat werkt commercieel? Sorry? Dat werkt commercieel. Dus. Uiteindelijk wel, ja. De boodschap is niet commercieel. Maar uiteindelijk zul je zien dat het je wel nieuwe klanten gaat brengen. Hoe organiseer ik het binnen een organisatie? Ik ben een grote organisatie. Ik heb 80 man. Ja. Ik heb 6 man in een directie zitten. Daar heb ik een aantal afdelingsgasten erin zitten. Projectteams, nou, noem het hele handeltje maar op. Wie moet er dan namens het bedrijf op LinkedIn? En wie moet wat doen en zo? Hoe organiseer ik dat? Ja, niemand moet. Dus ik zou vooral gaan kijken naar de medewerkers die daarvoor openstaan. Dus dan zou ik gaan kijken naar een club ambassadeurs bijvoorbeeld. Maar daar gaan we het volgens mij zo nog even over hebben. En of dat nou in eerste instantie 10 zijn of in eerste instantie 20 zijn die met je mee willen. En of dat nou de technische man is of een manager, dat maakt niet zoveel uit. En met die mensen ga je aan de slag. Maar niemand moet. Je kunt mensen wel daarvoor motiveren. Maar als mensen aangeven van ik heb er helemaal geen zin in, ik heb er helemaal geen trek in. Ja, dan niet doen. Dan zou ik het niet doen. Nee. Moet je het, nou dan kom ik, laat ik zo meteen maar even door. Want ik wil weten als je het onderdeel maakt van een functie, ja, dan is het wel iets wat je moet doen, maar dan is het wel iets wat bij je functie hoort. Moet het vrijblijvend zijn, alleen maar? Dat Je kunt het niet verbieden. Natuurlijk wel, als jij zegt, ja goed. Of je kunt het niet, Je kan het niet verplichten, wel. Als ik zeg van, joh, jij zit op een bepaald kennisdomein, jij hebt daar heel veel verstand van als accountmanager, je gaat heel veel met klanten om met die en die markt, jij weet daar heel veel van. Ik wil dat jij als onderdeel van je functie, dat jij een post per week doet op LinkedIn, punt. Dat is gewoon je werk. Kan toch? Werken. Ja, ik denk dat zo niet werkt. Nee? Nee. Nee, ik geloof daar niet. Ik weet niet, ik heb geen organisatie, dus ik ben ook nooit... Goed. Nou, ik ben natuurlijk heel veel met organisaties bezig. En ik geef heel veel trainingen. En dat doe ik inderdaad met mensen die daar zin in hebben. Ja. En wat je merkt, stel dat die salesman of die salesvrouw... dat die juist zegt van, ik heb er helemaal geen zin in. Ja, dat ga je op een gegeven moment toch voelen, weet je wel. Ja. Of dan wordt er gewoon content gedeeld vanuit de company page... zonder persoonlijke nood. Of ja, dan krijg je een beetje het dumpen van content. Ja, dat werkt niet. Nee, dat werkt ook niet. Moet liefde in zitten. Zeg maar. Ja, zeker. Ja. Je derde, en daar had je het net over. Maak van je medewerkers een merk... ambassadeurs. Nou, daar zijn ze toch allemaal, zeg ik dan. Stel, ik speel maar de stem van de ondernemer, hè, waar jij les aan geeft. Dan zeg ik van, ja, maar al mijn medewerkers, die dragen allemaal mijn merk uit. Dus wat moet ik dan nog meer doen? Nou, het mooiste zou zijn, kijk, als ze positief over jouw organisatie praten... op netwerken, borrels of feestjes, dat is al hartstikke mooi. Ja. Maar het wordt nog mooier als ze dat ook gewoon online doen... En als ze online, waar we net over gehad hebben... als ze online kennis gaan delen en online de organisatie gaan uitdragen. Enerzijds is dat goed om ook je bedrijf een gezicht te geven. En anderzijds, wat we ook zien, is dat mensen hebben... 83% van de mensen heeft vertrouwen in... stel dat jij beveelt iets aan op LinkedIn. Nou, ik ken jou, dus ik vertrouw jouw aanbeveling. Terwijl 33% van de mensen vertrouwt maar berichten van bedrijven en logo's. Mm. Dus dat is ook echt wel de kracht van de medewerkers... om die in te zetten om de organisatie uit te dragen. Dat is 1. 2 is... wij zien gemiddeld per dag tussen de 1500 en de 5000 reclameuitingen en logo's. Dus ik reed hierheen, auto snelweg, vrachtwagens, ik zat in de auto, radiocommercials... Dus wij zijn inmiddels reclameblind geworden. Dus wij zien niet alle commercials meer. Wij zien niet alle logo's meer. Hè? Ook, ik ga maar na, als je online op social media scrolt... een logo scrollen we vaker voorbij. Terwijl als een persoon het weer deelt... dus een medewerker van de organisatie... dan is het geen logo, maar een medewerker. En dan zijn we geneigd om eerder naar die medewerker te luisteren... of het verhaal te lezen, dan dat het van de organisatie komt. Moet je er... cijfers aan gaan hangen als bedrijf als je dit doet. Het moet ook niet in het vrijblijvende blijven hangen. Hè? Ik kan me voorstellen dat jij ook zegt van ik wil gewoon sales targets. Werkt dat? Dat je social media, dat je er KPI's aan hangt en zegt oké, dit moet het oplen. En wat voor KPI's moet je eraan hangen dan? Is dat merkbekendheid? Is dat gewoon producten verkopen? Maar dat is voor elke organisatie anders. Voor de ene organisatie is dat ze een veel groter bereik van hun bericht willen hebben.
En van een andere organisatie is dat gewoon keiharde sales. En van een andere organisatie die zegt weer van nee, wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij willen inderdaad uitstralen dat wij een leuk bedrijf zijn om voor te werken. Dus, en dat is natuurlijk een beetje iets lastiger om te meten. Maar voor elke organisatie is dat anders. En werken groepen nog op LinkedIn? Want daar had je toch, je hebt je eigen pagina, daar heb je company pages, maar je had ook groepen, toch? Ja, je hebt zeker groepen. Er zijn nog heel veel groepen. Alleen wat je ziet in groepen is dat er weinig activiteit is. Ja. Dus mensen komen daar binnen, die droppen daar iets en de dialoog is weg. Hm. En dat is eigenlijk wat die groepen natuurlijk voor bedoeld waren. Ja, ja, dus moet je kritisch zijn voor een groep start. Oftewel van nature behoefte is om daar over in dialoog te gaan. Ja, zeker. Okay. Ja. Ben je lid van groepen op LinkedIn? Ja, maar ook niet actief. Ik ben wel lid van groepen, maar ik ga er ook luistert, nooit... Je luistert echt? Nee, ook niet eens. Nee, ik ga er niet eens naartoe, nee. Want hoeveel tijd zit jij op LinkedIn? Zelf? Ik denk een kwartiertje per dag. Oké, zoiets. Dat valt toch wel mee, hè? Ja, vind ik wel meevallen. Maar aan de andere kant, als ik content ga maken voor LinkedIn... want ik heb ook de LinkedIn Coffee Talks. Dat zijn mijn vlogs op LinkedIn. Ja, met zo'n vlog ben ik natuurlijk wel eventjes bezig. Ja, om content te creëren die je dan publiceert. Ja, De vierde, de kracht van online ambassadeurs. Is dat in het verlengde van wat je net zei? Is dat beide. Maar daar wilde ik nog even wat aanhalen. Waar ik het nog even over wil hebben... is inderdaad die online ambassadeurs... die zorgen ook voor een veel groter bereik. Ja. Wat je vaak ziet bij bedrijven... die hebben een company page op LinkedIn. Nou, die company page heeft bijvoorbeeld 1000 volgers... En de company page heeft 300 medewerkers. En wat je ziet, als de marketing en communicatie dan een bericht maken voor de LinkedIn company page... dan bereikt dat bericht maar ongeveer 10% van het aantal volgers. Dat is niks. En daarom zeg ik, daarom zijn juist die medewerkers zo belangrijk... om die organisatie uit te dragen, want daar vergroot je enorm het bereik mee. Mm. Ik noem het altijd het badbruisbal-effect, een organisch groot bereik... Badbruisbal-effect. Maar dat je die bal erin gooit en dan bruis je zo door de hele... Veel groter bereik. En online ambassadeurs, daar kun je ook denken aan klanten natuurlijk. Klanten die een aanbeveling voor jou schrijven. Als klanten jou aanbevelen, is het altijd krachtiger... dan wanneer je zelf vertelt hoe goed je bent. En werkt influencers ook op LinkedIn? Dat je dan andere mensen die specialist zijn op een bepaald gebied of zo... dat je die dan gewoon betaalt en dan je zegt van... jij gaat een paar leuke dingen over mij schrijven? Ja, daar ben ik nu net mee bezig. Dus of dat werkt, dat kan ik je nou nog niet vertellen. Maar over een paar maanden wel. Ja, ja, want op Insta en zo is dat gewoon common sense. En alle influencers worden gewoon betaald. Ja, en staan daar. Ze het wel zoeken, hè, hoe je dat kan herkennen, dat wel duidelijk is. Maar dat zou op LinkedIn toch ook prima kunnen? Ja, maar dan moet het echt wel bij je passen. Ik denk dat je anders heel snel door de mand valt. Maar natuurlijk zou het daar werken, zeker. Ja. Maar we zien het nog niet zo heel erg veel op. Nee, hè? Nee, ik val nog wel mee. Hoe zie jij de beweging dat, wat mij wel eens opvalt de laatste tijd... want het is in populariteit de laatste van anderhalf best hard gegaan... LinkedIn, heel actief geworden, merk ik zelf. Alleen het begint een klein beetje ook soms wel op Facebook te lijken, merk ik nu. Dat ik denk van, gast, ga je nou echt met dit soort artikeltjes en filmpjes rot op naar Facebook, weet je wel... Ja, dat hoor ik steeds meer mensen zeggen. Is dat een risico voor LinkedIn? Nou ja, schijnbaar de mensen maken platform. Dus heel veel mensen zullen het wel prettig vinden. Hetzelfde als wat je vroeger zag met die getallenreeksen en zo. Die waren enorm populair. Ik vind het ook niet echt op LinkedIn thuis horen. Maar goed, ze zijn wel populair. Dus veel mensen vinden het toch wel prettig om te zien. Maar ja, goed, ik merk dat ik er zelf niet zoveel last van heb. En als ik iets tegenkom of als ik merk dat mensen Facebook-posts gaan delen op LinkedIn... Ja, dan verberg ik ze gewoon in de tijdlijn en zie ik ze niet meer. Heb er geen last meer van. Oh, zo ga je. Huppakee. Dus dat is het risico als je dat te veel doet. Ja, natuurlijk. Ja. Zie ik dat dan als jij mij van jouw tijdlijn afhaalt? Nee, dat zie jij niet. Maar dat vind ik wel jammer, want dat zou ik wel willen zien. Dat is goede feedback. Ja. Dan zeg ik, Marjolein heeft mij... Dan doe ik dus blijkbaar iets niet goed. Maar als heel veel mensen dat gaan doen, dan zul je op een gegeven moment zien... dat jouw bereik gewoon veel minder wordt. Maar is dat ook belangrijk dat je checkt wat je bereik is? Want ik vraag me af hoe veel ondernemers dat wel doen. Dat ze misschien er wel op zitten, maar dat ze eigenlijk niet zo vaak checken van wat doen mijn posts eigenlijk. Ja, maar dat is wel belangrijk, want daar kun je van leren. Ja. Daar kun je heel veel van leren. Je kunt precies zien, welke content spreekt aan en welke content spreekt minder aan. Ja. En wat ik vaak merk bij bedrijven, als zij hebben van, we hebben een belangrijk nieuwsbericht, belangrijk voor onze organisatie, dat gaan we posten op LinkedIn, dan wordt er heel veel van verwacht en dan valt het tegen. Terwijl als ze bijvoorbeeld aan een of andere run meedoen, voor een stichting of zo. Met, en dat wordt dan wel meer gewaardeerd. Ja, ja.
Dus je kunt er ook gewoon van leren. Wat, De laatste ondernemersles, daar heb ik €2000 voor betaald aan jou. Zodat jij die dan zou laten zien. Blij mee. Ja, dus jij als influencer. Dus laat maar zien dan, knal hem er maar in. Ik zeg, video is koning. Ja, vertel. Dat is een grapje trouwens, dat was dus niet waar. Het is een volstrekt redactioneel onafhankelijk programma, dit, dat je het weet. Ja, vertel, video's koning. Ja, zeker op social media en zeker ook op LinkedIn. Ja, LinkedIn dat, normaal, hè? LinkedIn helemaal. De verwachting is overigens, maar misschien weet je dat al... maar de verwachting is dat 2019 het jaar wordt... waarin we meer online video gaan kijken dan televisie. Dus dat is belangrijk. En wat we zien op LinkedIn is dat... sinds volgens mij anderhalf jaar of zo is het mogelijk om video's zelf te uploaden op LinkedIn. Dus niet met de linken naar YouTube bijvoorbeeld. En dat wordt gewoon heel erg goed ontvangen. Dus ik merk gewoon dat als ik een video post op LinkedIn, dat voorrang krijgt in de feed. Dus LinkedIn heeft een algoritme wat ervoor zorgt dat dat je met video's over het algemeen een veel groter bereik krijgt dan wanneer je bijvoorbeeld linkt naar de website. En wat voor video's moet ik dan maken? Ja, nou, waar ik net... Ja, ik bedoel, het gaat niet om mijn persoon, maar om de ondernemers. Maar wat voor soort video's moeten ze dan maken? Want jij de ondernemers, de ondernemers kunnen in video's bijvoorbeeld ook hun kennis gaan delen. Dus hetzelfde wat je normaal gesproken in een blog zou schrijven... zou je nou bijvoorbeeld in een video kunnen doen. Maar het is wel duur, zegt dan de ondernemer meteen. Dus nee, dat valt wel mee, want je kunt zelf een vlogcamera kopen. Je kunt zelf met je smartphone fotograferen of opnames maken. Dus ja. Daar hoef je niet direct een heel team cameramannen voor uit te nodigen. Jij doet het ook zelf? Ja, ik doe het ook zelf. En hoe vaak doe je het dan? Mijn LinkedIn Coffee Talk ongeveer één keer in de maand. Ja. En wat ik ook merk, en die tip wil ik ook gelijk even meenemen... want we hebben het over ondernemerslessen natuurlijk... is dat ik heel sterk merk dat vierkante video het veel beter doet... in de feed van LinkedIn dan horizontale video. En dat komt omdat vierkante video natuurlijk 78% prominenter in beeld komt op de mobiel. Op maar de tijdlijn. Dus ik moet zo filmen? Vierkant. Heeft mijn telefoon, kan niet vierkant? Jawel. Kan die wel vierkant? Nee, ja, die kan niet. Ik speel ondernemer hier, hè? Denk vierkant. Ja, dat doe je heel goed. Ja. Er is een app voor en die app heet Clips. Oh. En met de app Clips, dat is wel alleen voor iPhone-gebruikers. Ja, dus, okay. Ik heb Android, maar dat boeit niet. Dus dat is misschien wel een andere. Dat zal een andere zijn. Maar de app Clips filmt vierkant. Ah, dus dan neem je gewoon een video op en dan maakt hij er een vierkant videootje van. Ja, hij filmt direct vierkant. En dat is echt... Vierkant, niet vierkant. Nee. Vierkant. Vierkant. Ja, vierkant. Nee, jij zei vierkant. Het is vierkant, het is Limburgs. Vierkant. Maar vierkant maakt hij ervan. Ja. Maar doet het dat dan beter op LinkedIn? Ja. Je komt, wat ik net zei, 78% prominenter in beeld. En je ziet dat vierkant video heeft meer views, meer interactie. En wat ook nog een tip is voor de ondernemers... als je dan toch die drempel overgaat om video's te maken... is om je video's ook te ondertitelen. Want LinkedIn is een stil medium. Ja. En als jij bijvoorbeeld jouw kennis gaat delen in een video en je gaat vertellen... En ik zit te kijken in de trein, dan staat mijn geluid uit. Ja, niemand die hoort. Je mist de kans. Dus altijd je video's ondertitelen. Dat is ook weer een hoop werk. Ja en nee. De app Clips bijvoorbeeld heeft automatische spraakherkenning. Dus ga jij dan vertellen, dan heeft hij automatische spraakherkenning. Dus je ondertiteling komt vanzelf in beeld. En anders moet je het handmatig doen. Jij doet het bij alle video's die je maakt? Handmatig, ja. Typ je gewoon over? Ja. Ja, maar het is wel echt belangrijk, hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Je bereikt er veel meer mensen mee. Dankjewel. Video's koning. Ik mag jou danken. De 20 minuten zitten erop. En je hebt 5 lessen gedeeld. Zeker. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Ondernemerslessen. Wil je er meer zien? Ga naar zvdtv.nl. Zit je op YouTube te kijken? Abonneer je op ons kanaal of kijk op Spotify. Dan kun je de podcast lekker luisteren onderweg. Waar en wanneer je maar wil. Voor nu, dankjewel. Hoi.